Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken een focaccia met gemarineerde coquilles en avocado. We gaan eerst ons focaccia brood snijden. Focaccia brood, dat hebben we al eens gemaakt in een vorige uitzending. Recepturen vindt u terug op firstclass.tv. Dus we gaan eigenlijk focaccia midden doorsnijden. En we gaan een mooie rechte balk van ons brood snijden. Dus je ziet focaccia die heel mooi opgekomen, heel mooi gebakken. Maar die gaan we nu nog een keer extra krokant bakken in de pan. Olijfolie in de pan. Nu gaan we de coquilles snijden. Coquilles hebben we ook al eens opengemaakt in een vorige uitzending. Dus we gaan de coquilles een mooie fijne plakje snijden. Alles op dezelfde dikte gesneden. Ons brood die is nu mooi krokant gebakken. Die gaan we al op bord leggen. Zo. Coquilles die gaan we kruiden met peper en zout. Een beetje grof zout erop. Peper van de molen. Een beetje citroensap. En we gaan eerst de citroen erop doen en dan pas de olie. Waarom? Als je eerst de olie erop doet, dan leg je eigenlijk een filmpje op je coquilles en dan kan eigenlijk citroensap niet meer in de coquilles dringen. En nu is dat het geval niet. Dan gaan we de avocado snijden. We gaan de avocado met een doorsnijden. Bit eruit. Een hele kleine inkeping doen in het vel. Zo. En we gaan hem eigenlijk pellen. Dus we gaan de avocado mooi insnijden in de schaal. En we gaan hem eigenlijk mooi gaan pellen. Maar je ziet, de avocado, de schil gaat er eigenlijk vanzelf af. Dan gaan we de avocado mooi in plakjes snijden. We gaan eigenlijk een mes gaan gebruiken die eigenlijk niet flexibel is. We gaan eigenlijk met het punt van een mes eigenlijk een mooie zaagbeweging maken. Eigenlijk zo mooie fijne plakjes avocado snijden. Dan gaan we de avocado mooi gaan uitsteken. Poeder van paprika erop, wat zure room en wat uipoeier. Dit is een focaccia met gemarineerde coquilles, avocado en zure room. First class, smakelijk en tot de volgende keer.